Lieve YouTubers, hier weer een verhaaltje van Judith. Nu laat ik weten, tot ongeveer mijn 17e verjaardag, hoe ik in het pleeggezin Wening terecht ben gekomen. Zoals jullie al wisten van een vorig filmpje, kon mijn moeder maar of niet goed voor mij zorgen. En ze heeft 3 weken dus niet naar me omgekeken in het ziekenhuis. Daarna is een Joods maatschappelijk werk eraan te pas gekomen om te kijken wat ze dan met mij aankonden. En deze mevrouw die kende schijnbaar de familie Wening heel erg goed. En die wist ook dat de familie Wening heel graag nog een meisje erbij wilde hebben in het gezin. Nou, zo gezegd, zo gedaan, dat werd ik. Maar ik woog te weinig, ik woog 4 pond... Dat is te weinig, dus dan ga je vaak nog even in de couveuse. Totdat je dan zeg maar 6 pond weegt, dan mag je er weer uit. En dat heeft ongeveer geduurd 6 weken lang. Dus eigenlijk toch de 3 weken na de 3 weken dat mijn moeder dus niet naar me om had gekeken. Toen de familie Wening kwam kijken naar mij toen ik in de couveuse lag, was al meteen gauw gedacht, nou dat meisje willen we wel opnemen in ons gezin. Dus de beslissing was gauw gemaakt. En met hulp van dan het Joods maatschappelijk werk, de dame die ze al kende, was het gauw geregeld voor me. Verder in dat gezin waren er al 2 jongens aanwezig. Een oudere jongen die bijna 13 jaar met mij scheelde. En een jongere jongen die 5 jaar met mij scheelde. En voor hekkensluiter, omdat mijn pleegmoeder dus geen kinderen kon krijgen, wilde ze toch ook erg graag nog een 3de kind. En dat was ik dus. Ik ben verder eigenlijk in het begin heel beschermd en rustig opgegroeid. We waren gewoon met z'n 5 een heel hecht gezinnetje. En hebben het toch wel heel gezellig gehad. Mijn moeder die had zeg maar 3 poezen. En die hebben later nog zeg maar allemaal kittens gehad. Opeens zaten we met heel veel kittens rondom. Volgens mijn moeder waren dat in totaliteit 21 kittens geweest. Maar ze zullen niet allemaal tegelijk geboren zijn geweest. Maar zo was het wel het totaalplaatje ervan. Later is er nog een schildpadje bijgekomen. Nou, ik vond het wel leuk, maar het was nou ook niet helemaal echt mijn ding. En ja, later, wat ik dan jullie je wel als filmpje al heb laten weten. Toen ik 14 was, ja, toen kreeg ik dus mijn pony die ik zelf goed voor gespaard had. En ik had een krantenwijk genomen en ik heb er alles aan gedaan. Auto's gewassen, om het maar zo goed mogelijk gauw voor elkaar te krijgen. Om toch een pony te kunnen kopen. Nou, dan een iets mindere leuke kant van het verhaal. Toen ik... Mijn jongste broer, die ging uiteindelijk tussen zijn 13e en zijn 18e jaar aan de drank en aan de drugs. En toen ik 13 werd, is er iets heel vervelends voorgevallen in het huis bij ons. Want er is incest, heeft er plaatsgevonden op mij. En dat, ja, daar praat ik niet heel makkelijk over met jullie. Maar als jullie behoefte hebben om er wel met me over te praten of iets in een reactiebalk neer te zetten, hoe jullie daarmee om zijn gegaan of toch nog vragen aan mij hebben, kunnen jullie die altijd aan mij stellen. Dat is het nare wat toen gebeurd is met 13 jaar, op 13 jaar geleefd heb met mij. En toen is er nog iets nog vervelender geschied met op 17 jaar geleefd. En dan sluit ik daarna mijn verhaal ook af. Toen ben ik gewoon gezellig, ik reed tegen die tijd al op een brommertje, want dat kon toen al. En dat ging eigenlijk allemaal goed. En ik wilde heel graag shoppen in Hilversum, want ja, Blaricum is een dorp, maar heeft niet alles. En Hilversum, ja, dat is gewoon, toch heeft dat veel meer winkels. En ja, ik ging graag naar Hilversum, ook met mijn moeder als ik kleding ging kopen. Maar ik vond het gewoon sowieso altijd gezellig in Hilversum, dus daar ben ik heen gegaan. Ik heb daar toen inderdaad mijn brommer onder bij de fietsenstalling neergezet, goed afgesloten. Nou, dan kon je met een roltrap kon je dus zeg maar dat gebouw binnen, dus dat heb ik ook gedaan.
En ik was gewoon lekker even aan het kijken bij de kleding en andere dingetjes aan bekijken. En opeens werd ik vastgegrepen aan mijn arm door een Turkse man. En ik wist niet wat zijn bedoeling was. En later zei hij, ga je even gezellig mee koffie drinken. Hij kende me niet. Ik kende hem niet. Maar ja, goed, ik dacht een kopje koffie drinken kan misschien met iemand helemaal geen kwaad en even een praatje maken. Dus ik ben met hem meegegaan. Maar ik wist toen nog natuurlijk niet dat hij andere bedoelingen met me had. En na het koffiedrinken sleurde hij me eigenlijk bijna een beetje met hem mee. En toen zijn we dus op dat dakterras waar de auto's stonden geparkeerd in Hilversum terechtgekomen. Ja, en daar heeft hij me helaas verkracht. Tussen schoorstenen die op het dak stonden. Dat was een heel naar iets ook voor mij. Ik heb ook me geen raad geweten, want ik bloedde meteen. En ik wist niet hoe ik met een bebloede broek weer natuurlijk naar huis moest. En ben zelfs eerst nog in Laren naar een vriend toe geweest om te kijken of die me nog kon helpen met raad en daad. Nou, die heeft me wel gekalmeerd gelukkig. En na enige kopjes koffie of thee wat ik bij hem heb gedronken, was ik wel weer een beetje tot mijn positieve. Heb toen weer de brommer gepakt en ben toen naar huis gegaan. Maar ja, ik wilde natuurlijk niet laten weten aan mijn moeder dat ik een bebloede broek had. Want ongesteld was ik net geweest, dus dat kon natuurlijk niet. Dus ik heb heel lang met dat vervelende gevoel en verhaal gezeten. Totdat ik het uiteindelijk wel aan mijn ouders verteld heb. Nou, hier wil ik even het filmpje weer mee afsluiten. Het is een heftig verhaal voor me. Maar ik wil het jullie toch meegeven. Om, doe als tip mee te geven, doe alsjeblieft nooit naïef, al ben je nog jong. En ik hoop dat het jullie nooit overkomen zal. Maar ja, als het je overkomt, probeer er dan toch wel met je ouders over te praten dat het is gebeurd. Want ik denk dat dat ook een beetje mijn redding is geweest. Nou, ik hoop dat jullie ook weer van dit filmpje hebben genoten. Tot een volgende keer maar weer. Dag, tot volgende keer, lieve YouTubers, joepers en fans en superfans. Tot ziens!